Ja, dit. Ja, oh, ik moet altijd eventjes wachten totdat de opname begint. Mijn Mac is een beetje traag af en toe. Dit is nieuwsuitzending, die is ingelast. Dit is nieuwsuitzending nummer 56, 056. Want ik ga er niet meer maken dan 1000 mensen. Nieuwsuitzending 0, die komt nog. En als ik nieuwsuitzending 0 heb gemaakt, tot en met nieuwsuitzending 999, dan heb ik er 1000. En daarboven ga ik echt niet, want als jullie na 1000 uitzendingen nog steeds niet in de gaten hebben wat ik nou eigenlijk bedoel, dan kan ik net zo goed mijn mond houden. Ik ga wel door, ik weet niet of ik het 1000 haal. Ik heb zitten rekenen hoe lang dat duurt voordat je 1000 uitzendingen krijgt. Dat is, als je er eentje per dag doet, dan heb je er ongeveer 400 per jaar. Dan moet je toch echt wel, ja, dus 400 plus 400 is 800. Dus moet je dus ongeveer 2, nog wat jaar of zo, moet je iedere dag jullie gaan vertellen hoe het zit. Ja, dat lijkt me echt een prestatie. Als ik dat voor mekaar krijg, ik maak nieuwsuitzending 999. En alle vrijmetselaars weten natuurlijk dat 999, als je dat omdraait, is dat 666. En dat gaan we er ook nog over hebben. Maar dan is het mooi afgelopen. Nou, deze korte intro, zonder reclame overigens. Deze ingelaste uitzending is omdat een andere uitzending over de platte aarde. Daar moet ik nog iets meer tijd aan besteden. Ik had in principe gepland om uitzending 956, om die dan te wijden aan de platte aarde. En dan echt leuk, humoristisch. Maar dat is nog iets moeilijker vanwege de wiskunde. En ik moet mijn open office nog instellen. En lalala. Ik moet er nog even over nadenken. Dus, nou, dit is even een ander ding dus. Want deze uitzending die is helemaal gewijd aan Micha Kat. En Micha Kat, en ik hoop gewoon dat Micha hiernaar luistert. Dat hij dit ook hoort, dat hij er een beetje vrolijk van wordt. En denkt van, nou, de wereld is kut, maar we hebben Perry Winkel nog. Dat hij ook een beetje gesteund voelt hierdoor. Want Micha Kat wordt ongelooflijk afgezeken. En er zijn redenen voor. Als ik de PR-manager was van Micha Kat. En Micha bij deze, ik wil je echt wel met jou een keer kletsen, weet je wel? Net als toen. Om een beetje te helpen met hoe je het zou moeten kunnen. Mogen doen. Maar aan de andere kant denk ik, Micha, als ik even tegen jou mag spreken, jij doet in ieder geval iets. En waarom zou ik jou gaan adviseren? Want voor hetzelfde geld, dan verpest ik wat je aan het doen bent. Ik vind je een aardige kerel, Micha. In 2012, hè? Voordat dan die beroemde datum van 21 december 2012 zou komen, hè, heb ik jou ontmoet. En dat was bij Hotel Tsur Ems. Ik doe het even voor de lol gewoon. Ik lul een beetje door onderwijl. Even terug naar mijn hoel. Ja. Dus dat is dan een maps. Een hoel. En dan moet je dus naar hotel. En dan weet ik dus niet of het Soer of Zoom is, hè? Maar dat vinden we misschien wel. Even kijken waar die zit. Ik kan hem denk ik niet vinden. Nee. Is het denk ik Zoom? Even denken hoor. Waar zitten we dan? Zo'n Groenwald, de Zoom R. Emst is het toch? Shit man, oh, dat erg. Dan gaat deze. Maar Micha, je weet nog dat je daar was. Hoe zijn we nog weer? Hoe ben ik ook weer gereden? Het is die rivier de Ems.
Daar waren we. Maar waar zit die rivier dan? Die zit dan... Waar waren we nou? Wat is het er? De Eems? Ik ben toen gereden over de A1, volgens mij. Dat is de... Zo. En waar ben ik dan afgedaald? Het was in ieder geval hartstikke leuk, hoor. Ik had toen de Renault Megane. Best een vette auto. Het was heerlijk rijden gewoon. Het was ergens hier, hoor. Ben ik dan weer te dinges? Waar kan het nou zijn geweest? Ik ga het gewoon opnieuw proberen in gewoon de Zoom Ernst. Wat krijgen we dan? 5 hotels in Emst. Oké. Maar dat is Emst. Want het gaat om de rivier de Eems. Oh, misschien heb ik dat verkeerd. Dat kan natuurlijk ook. Wacht even hoor. Ik zal even leren hoe de moderne mens... Die moet gewoon van alles leren. Dus Eems. Dat is de Nederlandse naam. En dan moeten we hier hebben... German. Wat is de German naam? Eems, oké. Oh, dat is misschien de fout. Ja, dan gaan we dus hier terug. Eems. Oh. Maar het kan nog steeds Tsoer zijn, hè? Eems Hotel. Deze is het niet. Eems Hotel, dat is het Delfzijl, dat is het ook niet. Oh shit, dan moet ik dus nu... Ja, maar jij weet toch wel waar het was, hè, Micha? Het was niet hier, in ieder geval. Dat is gewoon niet waar. En dit is ook niet in de Eems. Dat is gewoon helemaal niks. Dit is hem ook niet. Het was Hotel Tsoer Eems. Ik geef het gewoon niet op, hè. Hotel... Tsoer Eems. Gewoon. En waar zit dat dan? Ho, dit lijkt me een goeie. Dit lijkt mij waar we toen waren. Denk ik. Even kijken met de Google Maps. Hè? Of het klopt. Maps. Ja. En wij waren dan hier dan dus. Het lijkt me wel, want daar was deze brug. En jij hebt daar toen lopen fietsen. Ja, en dat was het kajakverlaai. En ik heb dus daar geslapen met die ex-militairen. Dat wil zeggen, het waren nog steeds militairen, alleen ze waren niet meer in dienst... Van de soldatenmeuk. En toen zijn we dus... Ja, dat klopt wel hoor. Dan heb je hier die weg naar boven. Kijk, en dit is dus de... Oh, Emsen. Wat is het nou hoor? Ems of Emsen? Nou goed, dat is weer een foutje van Google Maps denk ik. Hè? Hier staat Ems. En dan is het Emsen. En dan hier heet hij dus weer Ems. En daar heet hij weer Emsen. Nou, volgens mij heeft er iemand een typfout gemaakt. Maar... En die weg die rijdt dan af en die komt dan uiteindelijk. En dit is denk ik dan die weg terug naar Nederlands. Waar je weer gewoon Nederlands kan spreken. Nou, ik was er met jou toen in Duitsland. En dat was op uitnodiging van Mira. Van Talk to Mira. En toen heb ik jou gezien. En jij hield een mooi praatje, vond ik wel. Hoopvol. Vond wel goed. En na afloop van jouw praatje, gelukkig was de bar open. Ook tijdens jouw praatje. En dat stel ik op prijs. Ik vind het gewoon lekker. Ik vind bier drinken vind ik de een van de meest vormen van eco-gesteldheid. Wanneer man bier drinkt.
dan Estemkain, of weet ik wel wat. Maar dan was de bar was open en ik vond het echt goed, man. Ik vond het een leuk praatje. En ik vond het leuk om Mira te ontmoeten in het echt, voor het eerst. Mira in het wild. Het ging allemaal prima. Helemaal niet ontevreden over. Even kijken of die, waar die nou precies zit, want waar zit die snelweg dan? Dat hotel, dat. Oh. En nou dat Google Maps. Oh, die arme computers in de Ardennen. Of zitten ze tegenwoordig in Delfzijl? Of is het dan toch hier? Oh, daar ga je natuurlijk de snelweg op. Wacht eventjes. Ja, hier ga je de snelweg op. En dan deze snelweg moet je volgen. En dan kom je uiteindelijk weer in, ja, op een plek waar ze gewoon moerasduits spreken. En niet van het ingewikkelde met Zoer en Zoom en. Heet het nou naamvallen of neemvallen? Of neemafallen? Ik weet niet hoe die Duitsers dat noemen. Verschrikkelijk. Maar ik ben veilig thuisgekomen toen en ik vond het ontzettend leuk. Echt ontzettend leuk om Mira te ontmoeten. En om jou te ontmoeten, Micha. Want ik heb je de hand geschud, weet je nog? Zal ik even mijn Facebookpagina erbij pakken? Kijken of ik erop sta en kijken of men nog herkent. Ik ben dus deze. Even kijken. Oh jee. Al heel lang duurt het allemaal. Ja, dat mag allemaal zo. Jo. Kijk, en ik ben dus deze. Hier linksboven. Ik zal een beetje proberen in te zoomen. Lukt het? Ja, lukt. Kijk, dit ben ik. En jij hebt mij toen gezien. En wat mij opviel aan jouw gedrag, was dat je vriendelijk was. En dat je andere mensen de ruimte bood. Dus ja, ik heb al eens, er wordt mij verweten dan, dat in een of andere discussie, en dan gaat het over een onderwerp, en daar weet ik alles van, en dan ga ik door de hele tijd lopen kakelen. Vooral als ik een liter jenever achter me kiezen heb. Dat kan ik helemaal niet hoor, ik kan helemaal geen liter jenever drinken, maar bij wijze van spreken. En dan kan ik zo doorratelen. En jij was echt zo lekker rustig, man. En je wilde ook gewoon weten wat andere mensen dan ontdekt hadden. Dat vond ik goed aan jou, Micha. Daar kan je bij mij punten mee scoren. En dat jij, voordat we echt zwaar aan het zuipen gingen en wiet gingen roken, dat jij besloot om alvast na hooguit 2 vrouwenglaasjes rode wijn al naar bed te gaan. Ja, daar ga ik niet moeilijk over doen. Ja, dat vind ik best. Als jij lekker gaat slapen, des te meer wiet er is voor mij. Hè? Mooi, man. En in die nacht in die tenten, dan lag ik dus met al die militairen, die ex-militairen daar onder het afdakje. En dat hadden ze zelf gemaakt van een stukje textiel. En ik had mijn slaapzak de verkeerde kant op gelegd. En mijn buurman, die was dus militair, ex-militair. En die zei ook tegen mij, Perry, nou ja, hij wist mijn naam denk ik niet. Maar hij zei tegen mij van, je slaapzak ligt de verkeerde kant op. Want de legertent, dus dat textiele afdakje, dat heeft Sietse Planting allemaal geregeld. Had dat geregeld volgens mij. Maar die lag dus tegen een heuvel op. En ja, als je dus gaat slapen, moet je niet met je hoofd aan de laagste kant van de heuvel gaan liggen. Dat is niet verstandig. En word je 's morgens wakker met hoofdpijn. Tenminste, dat zou kunnen. Dus ik luisterde gelijk naar die ex-militair en ik ging gewoon met mijn hoofd in de richting van zijn hoofd liggen, namelijk tegen de heuvel op. Ja, niet dat er echt een heuvel is, maar dat is dus dat. Dat is dat kamp, dat verein of zo. Waar zitten we nou gebleven? Moeten we nou weer inzoomen? Dat kan ik duidelijk laten zien. Maar waar was dat dan? Dus je hebt dus hieronder. Oh, ik had echt een heel eind rijden was het wel, hè? Het was echt wel een heel eind rijden. En was het nou hier? Nee, dat kan deze niet zijn. Oh shit, was het een eind rijden, man?
Maar ik haalde het toen wel, maar waar zit dan het hotel Zoom Ermst? Ik ga gewoon even terug. Ja, zo. Pak hem even opnieuw op. Maps. Je hebt nog even geduld, toch, hè, Micha? Het is gewoon voor de. Dat iedereen weet waar ik het over heb. Kijk. En ik heb toegeslapen daar. Daar stond die legertent. En die had Sietse planting, had hij dus gemonteerd, zullen we zeggen. Maar zoveel werk is dat niet, want het is gewoon vier touwtjes en vier bomen. En één stuk textiel, wat iets van waterdicht is. En dan een beetje schuin gelegd, zodat als het echt aan de verkeerde kant komt regenen, dan stroomt al het water onder je matrasje door, richting de Emse of Ems. Is het nou de Emse Ems? Dat zal wel. En jij was daar niet bij. Dat is op zich wel jammer. Ik had het wel leuker gevonden als je er ook gewoon naast had gelegen. Ah, ik wil niet klagen. Het was een hartstikke mooie bijeenkomst. Het was een hartstikke mooie ontmoeting. In die zin, er hoefde niets. En jij niet, en ik niet, en Sietse planting niet. En die soldaat, die voormalig soldaat die naast mij lag en die de slaap niet kon vangen. Omdat hij last had van PTSS of zo. Posttraumatische, daar weet ik veel wat hij had. Dat is echt wel kut voor hem. En hij had niks fout gedaan, die jongen. Hij had zich alleen maar aangemonsterd. En ik dacht, ik ga mijn moeder een plezier doen. En mijn vriendinnetje een plezier doen. En ik ga voor de vrede vechten. Nou, dat is een mooie, van een koude kermis. En de rest... En dan ligt hij daar met Perry Winkel met zijn PTSS onder een legertent van Sietse Planting. Ja. Maar een mooie nacht was het wel. Hij heeft mij veel verhalen verteld. En die joint, die daar gewoon, er zijn meerdere joints in de ronde gegaan. Heerlijk, echt een lekkere hash jointje. Nou, we zaten dus hier dus bij die kanoe en kajak verlaaien. Dan zagen we nog die wijfjes terugkomen. Een stuk of 20 lekkere dingetjes. Die hadden gekanoot. En die hadden dus een lege kratten bier gevonden. Kennelijk, denk ik dan. De andere conspiracy hoax is dat die dames hadden gewoon 3 kratten bier in een kano gestopt. En die hadden al dat bier opgesopen. En die kwamen met die lege kratten terug. Maar dat kan je toch niet geloven? Dat besteedt toch niet, mijn lieber? Dat die dames dat bier hierin drinken. Oh. Maar ze kwamen dus terug met een mannetje of 20. En allemaal lege kratten bier. Was wel leuk. Die waren denk ik wel lekker op de Emse. Of op de Ems, dat weet ik natuurlijk niet. Maar een van beide rivieren hadden ze gewoon lekker gekanoot. En wij zaten dus daarboven. In dat lullige stukje. En hebben we lekker gepist hier gewoon. Hè? Die jongens moesten pissen natuurlijk. Ja, militairen, ex-militairen ook. Hè? Niet alleen militairen, maar ook ex-militairen. Die moeten ook af en toe pissen. En toen heb ik die jongens uitgelegd. Van kijk, dat doe je gewoon eco. Hè? Dat betekent, je gaat niet pissen in het bek van de buurman. Hè? Dat doe je gewoon niet. Dat smaakt vies. Hè? Maar je gaat gewoon lekker staan pissen tegen een stelletje grasplanten aan. Hè? Of tegen een boom. Van let it flow, let it go, let it be, speaking words of wisdom. Het hebben we heerlijk staan pissen, man. Ik moest ook uiteindelijk gewoon pissen, joh. En nou is het hier verderop, ik weet dus niet precies waar dat was, maar dat was iets van, even kijken hoor, dit is dan 50 meter, het moet echt ergens hier geweest zijn. Dat was echt een fucking hens verderop. En hier ergens, misschien wel in... Ja, wacht eventjes. Misschien wel hier ergens, hier. Wacht even. Misschien wel daar.
Want dit is dus 50 meter in zo'n stukje. Het was echt een paar kilometer. En er was een party going on, jongen. En die mensen brullen en schreeuwen en zo. En er was dus een van die ex-militairen. Ja, die kan ook zijn bek open doen. Of ze kan dus Nico van het vet halen. En die stond dus hier of zo. En die riep dus ook van... Hoe! En wij lekker blowen daar, man. En er waren hier die toiletten, daar kon je lekker pissen. Heb ik 's morgens nog gedoucht. Man, geweldig. Ja, het was echt heel erg leuk. Ja. Micha. En toen was je dus nog met Mira. Van Tolk to Mira, bevriend. En die avond of die dag... weekend hebben jullie geen ruzie gehad. Geen ruzie gehad. Dat is niet waar. Het ging op zich best goed. En daarna kwam het geëikel. En daar ben ik niet helemaal blij mee, Micha. Ik ben wel blij met jou. Ik ben wel blij met Mira. Maar ik ben niet blij met die ruzie. Ik vind het niet... het allerbelangrijkste. En ik snap wel heel goed dat je pissed off bent. En ik snap ook dat Mira is een... Ja, nee, ik ga er niks over zeggen. Maar zij heeft ook zo de dingen. En misschien werkt Mira wel voor de NSA. Daar weet jij veel. Of voor de Jesuiten. Ja, weet jij veel. Maar los daarvan blijft Mira gewoon een mens. En zij is zo dom als verf. En net als ik. En net als jij. We zijn allemaal dom als verf. Dat is een Engels spreekwoord. Je kent het vast wel. Ja, dat valt haar niet te verwijten. En jou en Mira... En dat geldt ook voor Wim Dankbaar, hoor. En die andere luiden, die hebben ook zo'n JD-ding. Erik Donk heet die. Heb je ook ruzie mee? Ja. Kijk, de strijd tegen de nieuwe wereldorde. Dat is een oude strijd. Die strijd tegen de nieuwe wereldorde, wat wij de nieuwe wereldorde noemen, dat is begonnen volgens de geschriften met Jan Hus in de 14e eeuw. En als je nog verder terugkijkt, dan kan je ook zeggen dat die strijd tegen de nieuwe wereldorde begonnen is met de I Ching. Dat is allemaal oude problemen. En wij komen daar niet uit. Nou, misschien wel. Ja, voor een deel moet ik je gelijk geven. Maar we komen er niet uit met ruzie maken alleen. En daarin moet je mij gelijk geven. Dus je mag best ruzie maken met Mira. Je mag ruzie maken met Wim Dankbaar. Je mag ruzie maken met Erik Donk. Allemaal niet zo'n probleem. Maar er zit geen heil in. Behalve dat het een soort peper in de... Sorry. Dat het een soort zout in de pap is. Ik bedoel, peper wil je niet in je pap. Maar een beetje zout wel. Natuurlijk mag jij je duidelijk maken. En je mag zeggen dat er bepaalde dingen zijn die niet kloppen. Die kloppen ook gewoon niet. Die moord op Marianne Vaanstra, die klopt niet. En wat andere mensen erover lopen te brullen, sommigen ervan, die sporen ook niet. Je gaat mij niet vertellen dat Jasper Steringa heeft opgebiecht dat Prins Friso aanwezig was toen hij Marianne Vaanstra de keel doorsneed. En dat geldt dus voor Jasper Steringa, maar dat geldt ook voor Ali Hussein Hussan. Of Fike. En die heeft Prins Friso gezien.
Oh ja, joh. En dat soort berichtgeving hebben wij niks aan, dat weet jij ook wel. En misschien dat Mira niet helemaal gerust is geweest ten tijde van ten tijde van toen ze de radio-uitzendingen deed. En dat ze te veel gespannen was. Dat zou kunnen. En het zou ook heel goed kunnen dat Mira van Talk to Mira, dat die gefinancierd wordt en geholpen wordt door een partij die wij niet kennen. En waarvan Mira maar vertrouwt dat het allemaal wel goed zit. Ik heb met Mira nog nooit ruzie gehad. Het is wel eens geweest dat ik een uitzending gepubliceerd had, een telefoongesprek opgenomen had tussen mij en haar, en heb ik gepubliceerd op YouTube. En toen dus zei zij tegen mij: die moet je er gelijk afhalen, want hier krijg ik gesodemieter mee. Nou, dat heb ik gewoon gelijk gedaan. Toch? Wat maakt het uit? Kijk, ik wil geen wereld waarin mensen zoals Micha Katz, Micha, jij dus, hè? En Mira, die heeft een achternaam ongetwijfeld, maar dat doet er niet toe. Van Tok to Mira. Maar waarin die mensen niet mee mogen doen. Ik wil gewoon dat iedereen mee mag doen. Iedereen die iets doet, die mag meedoen. En als je niks kan, nou, dan moet je gewoon niet meedoen. Want ik kan je toch niks. Maar jij kan wat, Micha. En Mira kan ook wat. En Wim Dankbaar, die doet ook wat, toch? En Erik Donk doet ook wat. En ze zijn allemaal een beetje bezig. En welke naam ben ik nou vergeten, Micha? En ook voor de luisteraars, welke naam van Conspiracy Nederland is Perry Franciscus Winkel nu vergeten? Nou, ik geef jullie 5 seconden om erover na te denken. Ik heb het gehad over Micha Katz. Ik heb het gehad over Erik Donk. Ik heb het gehad over Wim Dankbaar. Ik heb het gehad over Mira van Talk to Mira. En welke naam ben ik nou vergeten? Nou, die naam is Martin Vrijland. En daar heb je ook mot mee. En daar raak je mij echt kwijt, Micha. En je kan helemaal gelijk hebben, hoor. Ik zeg niet dat ik het met je oneens ben. Het punt is dat ik het niet snap. Ik snap niet waar die ruzie vandaan komt. Want Martin Vrijland, dat is een man en die heeft een dochter. Die scheidt 7 kleuren stront op het feit dat hij het wel eens voor elkaar zou kunnen krijgen om het contact met zijn dochter totaal te verliezen. Vanwege het feit dat hij waarschijnlijk dezelfde kutmoeder heeft van zijn dochter als ik. En je moest eens weten hoe, want jij hebt geen kinderen, Micha, maar ik heb een kind en Martin Vrijland ook. En je maakt je echt zorgen over je kind. Dat geeft een stress. En dan ga je maar een keer buiten de lijntjes kleuren of zo. Wat maakt dat uit? En het zou kunnen, hoor, dat Martin Vrijland, want ik denk niet dat Martin Vrijland een probleem heeft met jou, als Martin Vrijland gesproken, maar dat er mensen in zijn omgeving zijn die hem in zijn oor fluisteren dat er iets niet deugt met jou. En dat klopt natuurlijk niet. En dat geldt voor meer mensen. En zo kan jij gewoon de lul zijn zonder dat je dat echt wil. Terwijl je wel overkomt als de lul. Van, oh, heb je Micha Katz weer, hoor. Die gaat weer in hoofdletters schrijven. Terwijl jij gewoon in hoofdletters mag schrijven. Ik vind het niet een goed idee. Je zou een heel ander idee hebben.
Ah, dat maakt niet uit. Het is ook belangrijk dat jij, Micha, en ik heb het tegen de luisteraars over Micha Kat. Maar het is belangrijk, Micha, dat jij gewoon leert hoe jij dingen wil doen op je eigen manier. Want dan word jij een soort Jezus. Want Jezus deed ook altijd alles op zijn eigen manier. En dat mag jij ook gewoon doen. En dan krijg je maar oppositie en dan krijg je maar dit en dan weet ik wel wat. In Ierland is het er ook niet zo erg. Je overleeft toch wel, Micha? En trouwens, ik ga al tegen de 60, dus ja, ik heb geen niet nog 60 jaar te gaan. Hè? Ik ben wel over het hoogtepunt van mijn leven heen. En jij zo dadelijk ook. Dus we mogen allemaal weg. Je wordt zo dadelijk ontslagen van je taken. Maar dat komt pas op het moment dat je echt klaar bent met je taken. En ik wil jou uitnodigen om daar naartoe te werken. En te beseffen dat iemand als ik, en ik ben echt niet een van de domste. Ik heb respect voor jou, Micha Kat. Als ik je even bij je volledige naam mag noemen. Zonder meer. En wat je nou precies uitgespookt hebt, dat interesseert me geen donder. Ik heb jou goed gekeurd. En dan kan jij zeggen als Micha Kat, ja, wat heb ik erin? Dat Perry Franciscus Martinus Winkel, geboren in Bovenkerk, dat hij mij goedkeurt. Nee, wat heb je erin? Ik zou het ook niet weten, Micha. Maar ik vind het wel leuk dat je doorgaat. Ik kijk iedere dag naar revolutionaironline.nl en elke dag denk ik weer van, dit kan je beter, maar dat moet je niet als kritiek ervaren. Je moet gewoon lekker blijven doen wat je zelf wil. En blij zijn met het feit dat ik heb jou nog steeds in mijn bladwijzer staan. En ik kijk elke dag, joh. En als je echt helemaal aan de grond zit, Micha. Jij hebt dan op je website gezet, je mag ook op vakantie bij de conspiratievakantie, de samensweringsvakantie of zo. Maar als jij eventjes down zit. Ik woon op de Rodenburgstraat, nummer 3. En dan 3 hoog. Dus 3-3. Je kan het heel makkelijk zien met de belletjes. En anders bel je maar aan met de buren. En Café de Wacht hier in Arnhem, dat kan je zo vinden via internet. Daar kan je ook een berichtje achterlaten. Streetcafé hier in Arnhem, kan je ook gewoon een berichtje achterlaten. Je kan me ook een directe mail sturen. Mijn phonenummer staat ook wel ergens, denk ik. Je kan me gewoon contacten. En als jij helemaal down to earth zit, dan heb ik nog wel een bedje voor je, hoor. Want ik als vrouw geloof in jou. Nou, dit was wel een mooie afsluiting, vind ik eigenlijk. Ja. Nou, Micha, dit was gewoon om jou een hart onder de riem te steken. En jij gaat gewoon door, ook al zit je in Ierland en is Joris Demmink nog niet gearresteerd. En gaat die pedoneukerij gewoon lekker door. En gewoon volhouden, jongen. Laat mij niet down. En tegen de luisteraars zeg ik, dit was dus een veer in de reet voor Micha Kat. En ik hoop dat jullie begrijpen waarom ik dat wilde doen. Het is een kleine stilte die ik laat vallen. En nu zeg ik tjus.